Ik heb 4 uur, 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 ik heb 4
Bij hun Isabel, moet ik gaan eten? En die kinderen van de niet. Nee, dat niet. Goedenavond allemaal. Ons moe die heeft mij een paar weken geleden opdracht gegeven, met de nadruk op opdracht, om jullie toe te spreken vandaag. Ik heb daar lang over moeten nadenken hoe ik dat op een gepaste manier kon doen. Dus ik ben op zoek gegaan naar, ja, wat brengt ons hier vanavond of vandaag samen? En ik denk dat dat liefde is. Ik denk dat we heel veel foto's hebben gezien daar straks van allemaal beelden met liefde, met trouwfeesten, met allemaal leuke momenten. Ik denk dat vandaag ook zo'n leuk moment is, hè, want een afscheid is het zeker niet. We vieren dat we samen kunnen zijn, dat we hier kunnen genieten van mekaars aandacht. Iedereen heeft vandaag zijn mooiste kleren aangetrokken, zijn beste schoenen gepoetst, zijn corset een kotje vastgetrokken. Hè. Ik heb dat gezien, dat is jullie gelukt, jullie zien er allemaal stralend uit, dat is prachtig om te zien. En daarom heb ik speciaal voor jullie en voor ons allemaal hier samen een ode aan de liefde gemaakt. En liefde, dat is volgens mij elkaar graag zien en voor elkaar zorgen. Ons moe en ons va die zetten elke avond mekaars bed klaar. En ik denk ook dat dat zeker liefde is.
Wafels bakken voor heel de buurt en iedereen uitnodigen. Dat is ook liefde, denk ik. Kermis houden en het lekkerste eten presenteren. Een zaal vullen met meer dan 100 mensen. Die lekkere taart serveren en allemaal lekkers te eten geven, denk ik ook zeker dat dat liefde is. Als jullie straks zin hebben, mogen jullie zeker een leuke anekdote of een herinnering schrijven in het gastenboek dat we daar hebben klaargelegd. En straks gaan wij samen zingen met elkaar, voor elkaar, ook uit liefde voor elkaar. En dan zijn we dat allemaal, dan zijn we vandaag allemaal liefde. We hebben ook nog een speciale gast die ook uitgenodigd was, maar die er jammer genoeg niet kon bij zijn. Dus die ga ik ook nog even aan het woord laten. Dat je een dikke proficiat hebt met jullie feest, maar het is nogal een speciaal feest. Maar ik denk het niet dat jullie even vieren met de familie en met de vrienden. Dus ik zou zeggen, een dikke kus. Ik wou dat ik op het feestje was, want er zou waarschijnlijk wel goed gegeten en gedronken zijn. Geniet ervan en voilà. Dat is alles. Dat is toch wel de film. Dat willen we eens gewoon een film, denk ik. Ja, ja. Leren. Wat is dat? Dat is. Weet je, nu weet je hè? No more, no more, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Leren met dezelfde kracht. Old woman, don't you treat me so mean. The meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Een ster, die jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt, die geef ik dan jouw naam. Een ster, ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet. Thanks.